Ik heb bij me op bezoek een vertegenwoordiger van het Forum voor Democratie in het Europese parlement. Dat is Marcel de Graaf. Ik ben erg blij dat hij de moeite heeft genomen om vanuit Brussel hier naartoe te komen en ons te vertellen over wat hij zoal meemaakt in Brussel en wat zijn gedachten zijn over hetgeen wij gaan praten. En dat is ja, wat ons overkomt, wat ons nog altijd overkomt en hoe dit jaar, vooral dit jaar en dan de verdere toekomst, eruit zou kunnen gaan zien. Dus Marcel, welkom. Nogmaals bedankt dat je de rit hebt ondernomen. Ik ben vooral benieuwd natuurlijk wat jouw indrukken zijn van de laatste tijd. Van de collega's wanneer jij in het parlement deelneemt. En wat de indrukken zijn met betrekking tot ja, woorden ze om je heen, jouw collega's, jouw mede-parlementariërs. Geven ze tekenen dat ze iets gaan begrijpen over wat er werkelijk in de wereld aan de hand is? Nou, ten eerste, Karel, dank dat je me sowieso hebt uitgenodigd. Ik ben blij dat ik hier ben en dat ik, dat ik die reis heb afgelegd. Dat is met groot genoegen. Om met elkaar eens van gedachten te kunnen wisselen over wat er allemaal gebeurt. Jouw vraag met betrekking tot, zijn ze nou allemaal hersendood in het Europees parlement? nee, gelukkig niet. Er zijn een aantal Europarlementariërs van specifieke politieke partijen uit wel zo'n beetje elk lidstaat in de EU die een duidelijk beeld hebben van wat er gebeurt en ook proberen mensen daarvoor te waarschuwen, wakker te maken. Er zijn ook een aantal mensen die weten wat er gebeurt en die werken daar heel hard aan mee. En een heel groot gedeelte, dat zijn meelopers die klappen voor alles. En nou ja, goed, zoals de wereld om ons heen er een beetje uitziet. Wat duidelijk is, is dat het Europees Parlement eigenlijk, als je kijkt naar wat daar gebeurt, een verlengstuk is van datgene wat de Europese Commissie doet. En datgene wat de Europese Commissie doet, dat is natuurlijk weer een verlengstuk van wat er in de wereld, met name de westerse wereld, gebeurt. Wat vanuit Verenigde Staten komt. Dus je ziet eigenlijk nu meer dan ooit dat de Europese Unie geen zelfstandige macht is, geen zelfstandige entiteit is, maar een verlengstuk is, waar het overgrote deel van de Europarlementariërs klakkeloos in meegaat. Ik moet erbij zeggen, Karel, dat de controle die ze willen uitoefenen over de informatie die Europarlementariërs of burgers bereikt, dat die controle daarop wel steeds stringenter lijkt te worden. Mm-hmm. Dat is de zogenaamde strijd tegen de desinformatie. Ja. En zij bepalen wat die desinformatie is. Natuurlijk, ja. Of omgedraaid, zij bepalen wat de informatie is. Ja. Wat zij aan informatie willen geven, dat is wat je mag horen. En op het moment dat er meer te zeggen valt en meer te weten valt over waar ze mee bezig zijn, dat ook die verborgen agenda aan de oppervlakte komt, dat is wat ze dus absoluut niet willen. En dat in dat keurslijf van informatie, zo zou ik het willen noemen, zie je dat ook heel veel Europarlementariërs zitten. Want zo werkt het natuurlijk vaak in de politiek. Je haalt je informatie uit de media en uit de stukken die worden toegezonden. En als dat één op één hetzelfde is, dan krijg je ook blijkbaar geen geniale ideeën van klopt het wel. Nou, dat is wat we in het Europees Parlement bij het overgrote deel zien. Als je kritisch bent, dan ben je eigenlijk al bijna per definitie
extreem, extreem rechts. Alle mogelijke soorten scheldwoorden die kan je dan over je heen verwachten. Ik geef je één voorbeeld van hoe ver dat kan gaan. Echt, ik vond het zelf absurd. Ik ben kritisch over de sancties richting Rusland. Omdat we onszelf daarmee in de voet schieten. Op z'n zachts gezegd. Ja, ja. Op z'n zachts gezegd. Oekraïne is een vreselijk corrupt land. Behoort niet tot de EU, behoort niet tot de NAVO. Dus er is op zich niet per se een noodzaak om als de politieagent van de wereld daartussenin te springen en te zeggen van die twee vechtende partijen, die halen we uit elkaar, want wij bepalen wel hoe dat gebeurt. Nee, in principe kan je een stap achteruit en zeggen, oké, wacht even. Laten we kijken wat er gebeurt en laten we vooral ook kijken of die partijen met elkaar in gesprek kunnen komen. Of we onderhandelingen op een of andere manier kunnen opstarten. Dus ik ben daar heel vroeg, kritisch geweest toen al op wat er gebeurt. De houding van de EU ten opzichte van de gebeurtenissen in Oekraïne. Dan wordt er een motie voorgesteld. Die eigenlijk de bekrachtiging is van het Europees Parlement op de voorstellen van de Europese Commissie dat er keihard moet worden uitgehaald richting Rusland, dat er snoeiharde sancties moeten komen, heb ik tegengestemd. Vervolgens is de deur van mijn werkkamer volledig ondergestickerd met verrader en verzin het allemaal maar. Wie doet zo? Ja, wie doet dat? Nou, dat doen lieden die klaarblijkelijk erop uit zijn om je te intimideren. Ja. Om je de mond te snoeren. Ja. Om ervoor te zorgen dat het geluid van de reden, van de redelijkheid, dat die niet meer klinkt. Iedereen moet mee in diezelfde waanzin. Iedereen die moet mee in die oorlogshitserij. Ja. Zoals ik dat noem. En dan kan je ervan uitgaan dat dat vooral zit, in mijn beleving, aan de kant van de liberalen en de christendemocraten. Ja. Dat zijn op dit moment de grote instigatoren, de motor achter het steeds verder laten escaleren, steeds verder uit de hand laten lopen van die confrontatie tussen Rusland en Oekraïne. Ja. Daarover, wat zou je op dit moment, als je gevraagd wordt, wat houdt jou op dit moment het meeste bezig? En hoe zie je wat je bezighoudt de onmiddellijke toekomst bepalen? En misschien de daaropvolgende niet zo onmiddellijke toekomst. Kan je daar iets over zeggen? Met andere woorden, alvast een algemeen beeld en dan kunnen we ingaan op de details. Nou, wat mij eigenlijk het meeste bezighoudt, en uiteindelijk zie je een heleboel elementen die terugkomen in dat plaatje. Waaronder wat er gebeurt in Oekraïne. En dat is, wat ik maar even voor het gemak zal noemen, wegslippen van de democratie in de EU, in West-Europa. Daar zie je gaandeweg dat al die democratische mechanismes die ervoor zorgen dat er een balans is tussen de belangen van de diverse groepen waar onze maatschappij is opgebouwd, die balans die is weg. Je ziet die macht zich steeds meer concentreren in de handen van wat ik de elite noem. Het grote geld, degene die een groot aandeelhouder zijn van allerlei industrieën, dat zijn tevens degene die in de politiek aan de touwtjes trekken. En dat gaat zo ver dat je, hoe wij bijvoorbeeld Nederland en maar ook alle andere landen in de EU traditioneel hebben geordend, is, we hebben een aantal machten, de politieke macht, de wetgevende macht, we hebben de rechtsprekende macht en we hebben de sterke arm der wet, de politie. Dat zijn allemaal machtscentra, zou je kunnen zeggen, die elkaar in evenwicht moeten houden.
Het kan niet zo zijn dat als de politiek iets vindt, dat dan de politie onmiddellijk gaat rennen. En zo van, nou, die moeten hun mond houden. Politie gaat rennen, rechterlijke macht gaat zeggen, oké, je hebt je mond open gedaan, dus je wordt veroordeeld. Dan is er geen sprake meer van een evenwicht in die machten. Dat is al een poos zo. En dat wordt steeds erger. En de controle op wat je dan nog wel of niet kan zeggen, die wordt ook steeds, ik zou haast willen zeggen, beangstigender. Ja. Ja, dat zijn die digitale middelen die dan worden ingezet. Uh-huh. Of dat nou camera's zijn, of dat het... hele afdelingen vol met mensen zijn die een melding krijgen op het moment dat iemand iets op Twitter zet of andere social media zet, wat een beetje buiten de gewenste informatie valt, dan wordt daar onmiddellijk op gereageerd. En dat is de bel aan de wortel van de democratie. Als je niet meer kritisch kan zijn, niet meer alternatieve informatie kan aanbieden, een alternatief verhaal, een alternatieve ordening van de feiten kan aanbieden, dan verdwijnt elk debat. Dan verdwijnt elke tegenstand, elke tegenspraak. En dan word ik heel achterdochtig, want dan denk ik, waarom kan jij er niet tegen dat er kritiek wordt uitgeoefend? Wat is er aan de hand? En dat is volgens mij de strijd tussen waarheid en leugen. Uh-huh. Want op het moment dat je de waarheid spreekt, dan mag iemand, weet ik veel wat voor een kritiek hebben en additionele informatie aanleveren, noem maar op. Prima. Dat kan alleen maar je beeld van wat er gebeurt completeren of bijstellen, noem maar op. Maar op het moment dat jij vastzit in een leugen en er komt dan informatie boven tafel, dan is dat direct bedreigend voor wat je zegt. Ja, natuurlijk. Ja. Dus, maar wat je uitlegt, is, zie ik als al een poos gaande vanwege het feit dat de Europese lidstaten niet langer functioneren als soevereine staten. Ze hebben heel erg veel van hun beslissingsmacht overgeheveld naar Brussel. Ze hebben hun soevereiniteit is afgekalfd en het is gereduceerd nu tot bijna niks. Wat betreft internationale aangelegenheden zitten ze in die NAVO-kooi, waar we al heel erg veel, ook in gezond verstand, over hebben geschreven. Ja. En het is natuurlijk, dat betekent dat in een staat die niet langer functioneert als een soevereine entiteit, heb je geen burgerschap. En als je geen burgerschap kan handhaven, dan verdwijnt per definitie democratie. Ja, nou kan je zeggen, we proberen die soevereiniteit op een hoger niveau te tillen, op het niveau van de Europese Unie, waarvan eurofanatici roepen dat dat juiste oplossing is. Nou, met min of meer een soort achterloze verwijzing naar de Verenigde Staten van Amerika. Wat een volstrekt manke vergelijking is. Volstrekt mank. Dat is daar totaal anders georganiseerd. Nee. En de zelfstandigheid van die verschillende staten is groter dan de zelfstandigheid van de lidstaten van de Europese Unie op dit moment. Absoluut. Ik bedoel, elk met hun eigen strafrecht, om maar eens wat te noemen. Ja. Terwijl dat in de Europese Unie allemaal volledig gelijk getrokken moet worden, gelijkvormig moet worden. Maar dat is één ding, dat verlies van die soevereiniteit, wat ik op zich vreselijk vind. Het andere is dat je, want dat is een verlies van vrijheid van de staat. De staat verliest daarmee zijn vrijheid. Maar nu zien we dat het nog een stap verder gaat en dat de individuele burger binnen die staat ook steeds meer van zijn vrijheid verliest. Dat hij heeft geen vertegenwoordiging meer. Ja, maar dat is één ding, maar want dat is je democratische recht om die leiding te kiezen, zou je kunnen zeggen,
die mensen het roer in handen te geven van de staat. Wat je als meerderheid in een land wil, dat is één. Maar dat jij je vrijheid van demonstratie verliest. Je vrijheid van organisatie verliest. Je vrijheid van meningsuiting verliest. Dat als individu. Ja. Dat is iets wat, zelfs al zou je soevereiniteit hebben op een EU-niveau, absoluut niet hoeft. Dat zou niet hoeven. Waarom? Wat is de logica, als je die soevereiniteit eventueel van A naar B verplaatst, dat je dan die individuele rechten en individuele vrijheden van de burger afneemt? En dat is dat eerste, hè, was die versnelling van die overdracht van soevereiniteit van de staat naar de EU. En nu zien we een versnelling van het verlies van vrijheden en rechten van het individu. Ja. Richting die staat. Helemaal voorspelbaar geweest. Voorspelbaar voor degene die in de gaten hadden welke kant het uitging. Ja. Ik ben bang dat er toch hele grote groepen mensen zijn die zich gewoon hier op het moment dat het die knop definitief omgaat van die computersystemen, echt volledig in shock zijn. Dat ze het nooit hebben zien aankomen. Een goed voorbeeld daarvan is, van hoe scherp dat gaat worden, is het verlies van contant geld. Ja. Zodat er alleen nog maar digitaal geld is. Mm-hmm. Als je alleen nog maar digitaal geld hebt, dan weet in principe de overheid van elke uitgave die je doet, mm-hmm, wat het betreft. Mm-hmm. En nou gebruik ik geen drugs, maar een voorbeeld is de drugsgebruikers onder ons die gewoon stiekem eens een wiet willen roken. Nou, die kunnen het al vergeten. Op marktplaats. Of juist niet. Ja. Kijk, je hebt. Nou, maar laat me even. Ja, sorry. Ja. Maar dat is dan een beetje het illegale circuit. Die mensen die zullen echt verbaasd gaan staan. Dus dat betekent heel Oekraïne die kan opdoeken, want dat is allemaal één grote corrupte bende. Ja, absoluut. Ja. Maar. Dus dat vind ik dan nog, dat kan je nog zeggen, oké, nou, er zit eigenlijk wel wat in, dat digitale geld, dat is eigenlijk nog niet zo dom. Maar dan heb jij je oude babyspulletjes op zolder staan en je kinderen die zijn inmiddels zo groot dat ze gewoon naar de middelbare school gaan. Nou, weet je wat, we zetten dat op marktplaats en we verkopen dat gewoon. En dan hebben we net nog een paar extra centen. Wat heeft de overheid daarmee te maken? Dan gaat het natuurlijk wel een hele rare kant op langzamerhand. Ik denk dat ze wel op dit moment een pas op de plaats nemen. Want ze zijn er niet klaar voor. En we hebben natuurlijk dit aanzien komen al een paar jaar. En het leek erop dat het in een soort versneld tempo zou worden afgewerkt. Maar het is een onderdeel van een programma wat veel later zou worden ingevoerd. En ze zijn er niet klaar voor. Het lukt niet. Nou kijk, wat je ziet is, men wil dit uiteindelijk natuurlijk niet om die mensen op marktplaats te pakken of de mensen die medicinale wiet roken, laat ik het in een goed daglicht zetten, om die te pakken. Nee, het gaat erom dat men überhaupt al helemaal van dat fossiel af wil. Ja. Men wil iedereen op elektrisch. Ja. Op het moment dat jij een uitgave doet waar een CO2-label aan hangt, dan heb jij een budget voor CO2 in een bepaalde maand. En ben je aan het eind van dat budget, right, dan kan je zo'n uitgave niet meer doen. Ja. Dat is natuurlijk waar dat digitale geld uitstekend voor geschikt is. Ja. Wat je dan ziet is dat er wel weerstand is, daar heb je gelijk in. Maar die weerstand heeft te maken met de individuele banken. Er zijn natuurlijk nog steeds zelfstandige banken. Ja. En op het moment dat jij die digitale rekening koppelt aan de centrale bank, ja, dan snijden, ja, precies, alle private banken, ja, er tussenuit. Ja. Nou, daar, dat is zeg maar een. Daar zitten mensen die hebben daar een vervelend gevoel bij. Maar de oorspronkelijke idee was dat de hele wereld zou meewerken. En dat is al voorbij. Ik wil even. Als je gezien hebt een aantal van die sessies van het World Economic Forum van vorige week, kon je volgen, de publieke sessies. En het is heel interessant om een aantal te volgen en zien, om te zien hoe ze elkaar, zeg maar, hoe
hun eigen, ze zitten zichzelf te overtuigen en elkaar. Hè? Zoals de CEO van, welke bank was het weer? Die werd geïnterviewd, Morgan Stanley geloof ik, die werd geïnterviewd. En die zei, ja, we weten toch inmiddels dat het een grote echokamer is geworden. En dat was heel erg duidelijk. Maar behalve dat, ik zag een heel interessante discussie over globalisering. Of de globalisering nog door kon gaan of niet. Of het al opgehouden was te bestaan enzovoort. En toen werd er gezegd, nee, heel erg monter werd er gezegd, nee. De handel, ontzettend veel handel gedreven, dat is helemaal niet naar beneden. Alsof het daar ooit over ging. Wat Schwab's idee was, dat er moest één bestuur komen over de hele wereld. En dat zou dan een globaal bestuur zijn. Dat was zijn idee. Nou, ze kunnen wel inpakken. Want dat kan niet meer. Want 2/3 van de wereld die meegaat met de BRICS en met al die andere verenigingen die tot stand zijn gekomen, voornamelijk door de diplomatie, de ongelooflijke kundige diplomatie van Poetin, waar we niet over mogen praten, want op het moment dat je een woordje Poetin noemt, ook voor gezond verstand, mensen die daar naar kijken zeggen, nou, moet je dat niet een beetje bedaren, hè, van die bewondering voor Poetin. Maar oké, hij heeft het voor elkaar gekregen. En door die diplomatie is een wereld ontstaan van een alternatieve manier van kijken, ook naar wat we met geld doen en met waarde doen. En zoals je weet is Glazijev nog altijd bezig met dat mandje van wat er dan inkomt, goud en granen en olie natuurlijk altijd. Dat wordt een alternatief stelsel waar ook wij kunnen aanhaken. En we hoeven helemaal niet meer ons zorgen te maken voor Europese regelgeving. Dat is nu al bezig zich te ontwikkelen, maar het gaat zo vlug. En het wordt zo weinig, het is een zwart gat voor de meeste Nederlanders. Die weten niet eens dat die ontwikkelingen plaatsvinden. En zelfs de zogenaamde wakkeren, die hebben dat ook een beetje laten schieten. Want die worden ook nog altijd heel erg beïnvloed wat in de gevestigde media staat. Maar oké, maar dit is op dit moment al niet meer mogelijk. Dus het hele World Economic Forum kan zich alleen nog maar richten, waarop? Europa. Europa doet mee. De Verenigde Staten, daar wil ik met jou ook over praten, want dat is een heel bijzonder geval. Maar alleen Europa doet mee. Vandaar mijn vraag over, ja. Zijn er mensen in dat parlement die dat beseffen? Kijk, dat World Economic Forum, daar is de paniek toegeslagen, omdat ze nu ook al spreken over de gefragmenteerde wereld. Ja, precies. Tegenover het globalisme. Precies. Dus dat betekent dat ze eigenlijk zich, zou je misschien wel kunnen zeggen, lamgeschrokken zijn, ja, over de ontwikkelingen van, van het afgelopen jaar. Ja. Ik denk jaar. Want ze hebben die globalistische politiek ingezet al jaren geleden. En uiteindelijk moet in dat beeld wat je net schetste, hè, dat ene bestuur die dan de regels geeft voor alle landen in de wereld. Daar moeten natuurlijk China en Rusland dan aan boord zijn. Maar een land als Rusland, die is heel trots op zijn eigen cultuur. En trots op zijn eigen soevereiniteit. Dus die wilde daar gewoon niet in meewerken. Vervolgens lok je dan een oorlog uit. Want in mijn beleving is het nog steeds gewoon pure uitlokking. Als jij zegt van, nou ja, we gaan stealth bommenwerpers laten vliegen op de grens met Rusland, die nucleair bewapend kunnen zijn. En dat is gebeurd. Ja. Dat is heel moeilijk terug te vinden in mainstream media. Maar daar zijn opnames van. Dus Poetin werd daadwerkelijk bedreigd. En steeds meer. Zelensky heeft ook voordat die oorlog uitbrak gezegd, en nu wil ik ook dat jullie ons de technologie geven zodat we onze eigen kernwapens kunnen ontwikkelen. Ja. Dat was een paar dagen voordat die oorlog daadwerkelijk uitbrak. Ze kregen Rusland niet aan boord. Dat is één. Maar er is iets anders gebeurd en dat is, de NAVO is niet over Rusland heen gewalst. Nee. In Oekraïne. Want dat is waar iedereen die een beetje onder die Amerikaanse macht wil uitkruipen met argusogen naar kijkt.
hoe doen die Amerikanen het in Oekraïne? Mm-hmm. En die doen het daar, laten we eerlijk zijn, vreselijk slecht. Mm-hmm. Gewoon vreselijk slecht. Dat is, ze noemen het de meat grinder, de gehaktmolen. Ja. En we gaan vechten tot de laatste Oekraïner. Ja, dat kan nou, ze zijn er al bijna. Ja, ja. Maar dat heeft ertoe geleid, en dat vind ik zelf een van die hele interessante ontwikkelingen, waardoor je terecht wijst op de diplomatie van Rusland. Kijk naar de OPEC. OPEC Plus. Dat is de club die de olie producerende landen van de wereld, die zitten bij elkaar in de OPEC. En die kunnen aan de knoppen draaien van hoeveel olie ze oppompen. Ja. Joe Biden gaat bij Saudi-Arabië langs. Die vraagt om 2 miljoen vaten extra per dag. De OPEC komt bij elkaar en ze reduceren het aantal vaten per dag. Ja. Dat is voor de goede verstaander zo'n klap in het gezicht van de Verenigde Staten. Natuurlijk, ja. En dat wil je niet weten. En dan wordt hij nauwelijks nog ontvangen met enige gebaren van. En dan komt de Chinese Xi Jinping naar Riyadh. En niet alleen ziet hij de Saudi's, maar hij ziet de Emiraten. Hij ziet de vereniging van alles wat daar iets over olie te zeggen heeft. Heel Riyadh hangt vol met Chinese vlaggen. Er zijn straaljagers in de lucht met de kleuren van, hè, die Chinese kleuren enzovoort. Het is een verschil. Dus en dan zegt notabene nog eventjes ook vorige week op de, nog even vlugger dan we hadden gedacht. Ja, zo die zeggen, ja, we zijn nu al bereid om alle valuta's te aanvaarden voor die olie. Precies, en dat is echt zo vreselijk. Als je even nog op de Chinese president die komt langs in Saudi-Arabië of de Amerikaanse president, Joe Biden. Joe Biden die kan bij wijze van spreken zijn eigen taxi betalen. En de koninklijke familie komt persoonlijk Xi Jinping, de Chinese president, van het vliegveld afhalen. Persoonlijk, hè? En ze ook persoonlijk uitzwaaien. Dat verschil, dat betekent dat de OPEC heeft de kant gekozen van China, Rusland. De hele wereld ziet het. De hele wereld, het is voor de hele wereld zichtbaar. Qatar die sluit gasdeals met China en niet met de EU, die dat heel graag wilde. Om de EU uit de brand te helpen, vroegen de Amerikanen aan Qatar, leveren jullie nou je gas aan de EU? En Qatar, die zegt, tuurlijk, we sluiten een deal met China. Ja. Maar dat is allemaal de ene klap naar de andere, hè? Iran. Allemaal sancties, jongens. EU en de Verenigde Staten leggen wereldwijde sancties op. Ja. Alleen de EU en de Verenigde Staten houden zich eraan, en de rest van de wereld houdt zich niet aan de wereldwijde sancties. Right. Dus Iran die zit gewoon aan boord bij de Russen. En zo, dat heb ik in het verleden genoemd, zo zie je dus dat eigenlijk het Westen geïsoleerd raakt van de rest van de wereld. Heel de bedoeling was Rusland te isoleren. Ja. Een feit is, het Westen raakt nu geïsoleerd. Ja. Ja. En terecht dat je zegt betalen in al die valuta. Misschien weet niet iedereen dat, maar de dollar is al decennia lang, al tientallen jaren lang, de wereldreservemunt. En dat betekent de wereldhandelsmunt. Ja. Dus als Nigeria handel drijft met, noem eens wat, Sri Lanka, dan doen ze handel in dollars. Ja. Is dat logisch? Nou, eigenlijk natuurlijk niet. Want de een die heeft zus soort geld, de ander heeft zo soort geld. Dus waarom betaal je niet in je eigen valuta, in je eigen geld, of desnoods in goud, maar waarom in de dollar? Nou, dat heeft de Verenigde Staten kunnen afdwingen, tientallen jaren lang. Daardoor konden zij zich een schuld veroorloven die nu 31.000 miljard is. Ja. Het is niet voor te stellen. Nee, het is nooit eerder voorgekomen, zo'n bedrag. Maar dat zeg maar, ieder ander is failliet. Ja. Behalve zij, want zij hebben de wereldhandelsmunt. Hadden. En dat is nu, jij vroeg van wat gaan we nu zien dit jaar? We gaan nu zien dat gaat in een heel, heel, heel hoog tempo. Ja. Gaat die dollar
door heel veel landen afgeschaft worden als de handelsmunt. Dit is belangrijk. Dan hebben we de nederlaag van Amerika, NAVO in Oekraïne, die op ons afkomt. Ook al maken de Amerikanen en de Europeanen zichzelf wijs dat het Amerika, dat Rusland een beetje op de rug ligt en problemen heeft thuis en noem maar op. Allemaal fantasie, maar het staat wel. Ik kijk naar buiten en ik zie voormalige hoofd van de Nederlandse strijdkrachten, Dick Berlijn. En dan vraag je af, beseft hij wat er aan de hand is? En hoeveel lagen van officieren onder hem beseffen wat er aan de hand is? Dat is afgelopen, dus dat betekent dat de NAVO kan beloften over, we staan bij jullie, we gaan jullie verdedigen enzovoort, op geen enkele manier waarmaken. Dat ziet ook de hele wereld. De Verenigde Staten ziet het verdwijnen van hegemonische macht die alleen maar bestond vanwege die petrodollar. Ja, daar zijn Saddam Hussein en Gaddafi ja, voor vermoord. Omdat ze van die petrodollar niet langer de petrodollar wilden gebruiken. Maar oké, dan hebben we een situatie gekregen dat ja, uitzichtloos lijkt voor de Verenigde Staten. Hoe reageert de wereld dan? Hoe reageert Europa? Hoe reageren? Is het? Mijn indruk is dat we een goede kans hebben dat de NAVO, die nu al aan het rafelen is, straks dit niet overleeft. Wel nog natuurlijk een gebouw met functionarissen die betaald moeten worden en allerlei papers moeten schrijven en modellen enzovoort maken. Maar geen enkel belangrijk geopolitieke aanwezigheid meer betekent. En dat betekent ook het begin van het uiteenvallen van de Europese Unie. En daarmee ook het Europese parlement. Dus straks zit je zonder baan. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Maar kijk, de vraag is, wat is nou eigenlijk de NAVO? Uh-huh. En als je die vraag aan mij stelt, dan geef ik ook gelijk het antwoord. Uh-huh. Dat is namelijk, het is de buitenlandse militaire arm van de Verenigde Staten. Geweldig geworden, ja. Gehijacked. Ja. Dus op dit moment, wat is dat op dit moment? Ja. En op dit moment is het een extra legerdivisie van de Verenigde Staten. Ja. De buitenlandse, het huurlingenleger zou je bijna kunnen zeggen. Wat niet veel voorstelt, behalve Turkije. Wat inderdaad niet veel voorstelt, er zijn misschien een paar uitzonderingen. Oekraïne was een uitzondering, want die had 200.000 door de NAVO getrainde militairen. Het sterkste leger van Europa. Het leger van Polen is nog enigszins wat. Turkije heeft natuurlijk een ontzettend getraind leger. Geloofwaardig leger. Ja, maar die hebben ook gevechtservaring in Syrië. Maar nu haken ze af. Dat is ook een hele aardige. Erdogan is onderweg om Assad te ontmoeten in Syrië. En een handje te geven. En ook Poetins diplomatie zit daarachter. De grote gas verdeler van Europa was Oekraïne. Ja. Een heleboel van die pijpleidingen die kwamen samen in Oekraïne en ging van daaruit naar de rest ging naar de EU. Of de rest van Europa. Die zogenaamde gashub, dus dat verdeelcentrum van Russisch gas, daar zijn nu afspraken tussen Turkije en Rusland dat daar terecht gaat komen. Right. Dus Turkije gaat nu de grote verdeler van dat gas worden. Aan welke kant staat Turkije dan? Er gaan nu al stemmen op Turkije uit de NAVO te gooien. Omdat duidelijk is dat zij de kant van de sterkste kiezen. Ja. En dat is de kant van Rusland. Dat mag je misschien niet hardop zeggen. Hè, of dat is in het Westen vloek in de kerk. En dan zeg je, ja, want die Berlijn die heeft toch bij Buitenhof gezegd dat wij geweldig aan de winnende hand zijn. In Oekraïne vechten heel veel westerse militairen mee. Mm-hmm. Die vechten al gewoon mee. Mm-hmm. Dat zijn mensen, 12.000 Polen bijvoorbeeld, mm-hmm, die hebben allemaal ontslag genomen of gekregen uit het Poolse leger.
een heleboel Amerikanen, ontslagen uit het Amerikaanse leger, van een aantal andere landen, hè, bijvoorbeeld Britten, officieren, specialisten, en die zijn vervolgens door Zelensky ingehuurd. Die vechten mee aan het front in Oekraïne. Mm-hmm. Die maken gebruik van social media, mm-hmm. ook om onderling de informatie te delen, hoe het gaat en wat gang van zaken is. En die berichten zijn vreselijk. Ja. De berichten zijn dat ze als kanonnenvoer in de frontlinie staan en allemaal afgeschoten worden door de Russen. Ja. Dus het militaire overwicht van het Westen is er zeker niet. En die berichten, daar ben ik van overtuigd, die komen tot in de hoogste geledingen mm-hmm. van het Pentagon. Mm-hmm. Die komen bij de Britten, mm-hmm. die komen in Nederland, die komen in al die EU-landen. Dus ze weten donders goed hoe de situatie op het slagveld er werkelijk voor staat. Mm-hmm. En dat is niet gunstig. Ja. Dat is niet gunstig. Nee, dat is een eufemisme, niet gunstig. Ja. Dat doet me denken aan een Japanse keizer die zich tot het volk richt aan het einde van de... Dus hij zegt, het is niet, de oorlog is niet noodzakelijkerwijze in ons voordeel gelopen. Nee, het is afgelopen met Oekraïne. Dat wil zeggen, wat er van overblijft, nog onduidelijk. Het is allemaal land, heel duur agrarisch land, wat door het Westen is opgekocht. BlackRock, hè? Door, ja, BlackRock en zo. En natuurlijk, ja, de hele agribusiness, wat een onderdeel is. Allemaal onderdelen van die 2030, van dat 2030 gebeuren. Maar dat staat nu onder druk. Dat kan niet meer. Al die dingen die we hebben opgesomd, waar het World Economic Forum en die aanhangsels van de VN, die helemaal niet oorspronkelijk tot de VN hoorden, maar cadeautje waren van de Rockefellers, waar heel erg veel van dit alles vandaan komt, zwaar vercorrumpeerd, met ontzettend veel bedrog ontwikkeld. Maar het is afgelopen. Dat wil zeggen, voor de rest van de wereld, maar niet voor Europa. Ja, geopolitiek gezien heeft Poetin het altijd over de komende multipolaire wereld. Dat is een wereld met meerdere polen van macht. En de Verenigde Staten is altijd in de unipolaire wereld de ene pool, de ene plek geweest waar alle macht geconcentreerd zat. En waar gaat het dan om? Wat is dan de kern van dit geheel? Soevereiniteit. De soevereiniteit. Maar soevereiniteit dus voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld mag dat dan inleveren. Nou, met de komst van een multipolaire wereld, waarin een China en een Rusland ook een pool zijn, waar de EU gezegd heeft in een grijs verleden, wij moeten Fort Europa worden, wij moeten ook een sterke macht worden. Het resultaat, in ieder geval van die oorlog in Oekraïne, is dat West-Europa, dat de EU, volledig stuk is. Ja. Volledig stuk. Ja. En dat is niet alleen financieel zo, want de Amerikanen leveren wapens aan Oekraïne. De EU is gevraagd om ze te betalen. Voor zover die wapens nog bestaan, want ze zijn behoorlijk op de bodem gekomen van hun ammunitie. Ja, van, maar de rekening werd door de Verenigde Staten via Oekraïne bij ons gelegd. Ja. De EU zit zonder fossiele brandstoffen, of voor zover ze krijgen, fossiele brandstoffen, die minstens 8 keer zo duur worden ingekocht bij de Verenigde Staten, dan dat Rusland ze zou leveren. Ja. Dus de concurrentiekracht van de EU en de grote motor, economische motor van de EU is altijd Duitsland geweest. Ja. Die concurrentiekracht daar is volledig stuk. Ja. Dus wat je nu ziet is dat er in Duitsland sprake is van deindustrialisatie. En toen vroeg je net aan mij, zijn er mensen wakker in dat Europese parlement die zien wat er gebeurt? Ja, zeker een aantal mensen uit Duitsland, en dan heb ik het met name over AfD, Alternatief voor Duitsland, die maken zich daar ongelooflijke zorgen over. Want die zien al die grote bedrijven uit Duitsland vertrekken.
En Duitsland, qua industriële gigant, die staat op de rand van ineenstorting. Ja. Die klapt in elkaar. En Scholz ziet het. Tuurlijk. En Scholz gaat naar China met een hele hoop ondernemers, grote ondernemers, om te zien of ze misschien hun productie naar China kunnen verhuizen. En Scholz heeft van Poetin een nieuwjaarsgroet gekregen. Twee Europeanen heeft Poetin een nieuwjaarsgroet gestuurd. Althans, dat is het nieuws wat hij zelf gelekt heeft. De andere is in Italië. Niet de nieuwe premier, maar Meloni. Ja. Maar Scholz kreeg er wel een. Want logisch gezien, zou je denken dat dit is het moment dat Duitsland zich zou kunnen ontworstelen uit die merkwaardige naoorlogse greep van de VS. Die natuurlijk begon met een unconditional surrender, daar komen we op neer. Ja. Zoals Japan. En dat moet toch leven onder die Duitsers? Media hetsen op dit moment gaat over het leveren van Leopard tanks aan Oekraïne in Duitsland. Ja. En die Polen die zijn ermee begonnen. Die hebben gezegd, nou, wij gaan Leopards leveren aan Oekraïne. Als we een coalitie hebben die dat doet. Nou, vervolgens zijn er een aantal andere landen die hebben gezegd, oké, prima. Dan leveren wij ook wat Leopards. En Duitsland heeft gezegd, als producent hebben zij ook het recht om te zeggen of dat aan anderen mag worden gegeven. Die hebben gezegd, nou prima, geef maar. Nee, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat Duitsland Leopard tanks ging leveren aan Oekraïne. Dus nu wordt er internationaal een hele heisa, een hele komedie opgevoerd. Dat Duitsland zo pro-Putin is en weet ik wat allemaal. En die spelen de Russen in de kaart. Want die leveren, die geven geen toestemming om die Leopards te leveren. Ja. Nou, dan bedoelen ze eigenlijk, die geven hun eigen leger geen toestemming om die Leopards te leveren. Dus, maar je ziet daarin wat Duitsland doet. Duitsland die heeft altijd haar industrie goed kunnen laten draaien op goedkoop Russisch gas. En ze zijn zelfs zo ver gegaan onder Merkel. Dat ze zeiden van, we willen ook die pijpleiding via Polen. Dat is ook allemaal maar gedoe. Ja. Daar betalen we alleen maar extra kosten aan die Polen voor. Als wij echt concurrerend willen blijven, dan halen we dat gas rechtstreeks uit Rusland. Dus we hebben Nord Stream 1 pijplijn, Nord Stream 2 pijplijn. En daar kan onze industrie fantastisch goed op draaien en op concurreren. Raad eens wat, op een of andere manier ontploft ergens ter hoogte van Zweden die pijplijn. Wat zeg ik? Allebei hebben schade. De ene komt nog een beetje gas uit, de nieuwe is volledig kapot. Ja, dan vraag je natuurlijk wie heeft dat gedaan. Daar zijn vragen over gesteld in het Duitse parlement. En de Duitse regering heeft gezegd, het antwoord op die vraag is een gevaar voor de staatsveiligheid. Ja. Nou, dan ga ik ervan uit dat Duitsland niet haar eigen economie om zeep wil helpen en haar eigen industrie om zeep wil helpen. Ik zie geen enkele reden waarom Poetin, die alleen maar gigantisch veel geld verdient aan die fossiele brandstoffen, waarom die dan die pijplijn zou opblazen. Nou, ik kan het kraan dichtdraaien als hij zou willen. Hij heeft hemel en aarde moeten bewegen om een aantal turbines te krijgen om gas te kunnen leveren, want die moesten gerepareerd worden. Dus Poetin is ook al geen waarschijnlijke kandidaat. Ja, wie heeft dat dan gedaan? Degene die daar dus wel belang bij hebben en die zich al jaren hebben verzet tegen het aanleggen van Nord Stream 2, zijn de Verenigde Staten. Wat zien we nu? Duitsland deindustrialiseert. Dus die economie die gaat kapot. Ze moeten een gigantische rekening betalen voor Oekraïne.
niet alleen doordat hun industrie stuk gaat, maar ook gewoon het betalen van miljarden voor dat wapentuig uit de Verenigde Staten. En uiteindelijk moeten ze ook nog hun militair materieel gaan leveren. Ja. Dus wat voor een Duitsland houden we over? Alright. Een volledig leeggetrokken Duitsland. Ja. Nou, Duitsland is van oudsher de motor van de Europese Unie. Right. Die motor, daar zit nou wel wat meer dan zand in, mm-hmm. denk ik dan. Dat die is mm-hmm. volledig gesaboteerd. Mm-hmm. Dus die Europese Unie, die verliest echt elke status, elke macht, elke positie in de wereld. Ja. Dus, en wat bij mij dan de belangrijke vraag is, die naar boven komt, hoe lang duurt het? Want ik dacht al in april... aan de hand van de reacties op de sancties tegen Rusland. De reactie van Poetin en wat hij daarna allemaal heeft klaargespeeld. Diplomatiek enzovoort. En het is ongelooflijk. Met Samarkand. Met al die andere ontmoetingen. Waar die landen bij elkaar heeft gebracht die al eerder het licht in elkaars ogen niet gunden. Wat denk je van India en China? Wat denk je van... De nu op dit moment heel interessant. Hij is bezig om de Shiiten en de Sunnis te verenigen. Op een of andere manier. Het is niet te geloven. Ja. Het lukt hem. Oké. Dan denk je, het is afgelopen. Ik dacht toen het dit begon. Ja, in de lente van vorig jaar. Dan zei ik het einde van de NAVO, het einde van de EU. Alleen, hoe lang nog hebben we? Hoe lang duurt dit nog? Voordat werkelijk het geheel in beweging komt, dat die kolossale omkering zal plaatsvinden. En dan is de vraag, wat gebeurt er na die omkering? Ja, nou, dat is natuurlijk koffiedik kijken. Hè? Ja, dat is oké. Niet helemaal. Maar een beetje feeling kunnen we natuurlijk wel ontwikkelen. Ten eerste gaan we natuurlijk dat enorme momentum van de rest van de wereld en hun samenwerking zien we. Dus het verdwijnen van die dollar als handelsmunt begint nu echt heel wijd om zich heen te grijpen. Al die oorlogen en die tegenstellingen in die gebieden van de wereld waar Amerika altijd de boel heeft opgestookt, dat zien we verdwijnen. En je zei terecht, Saudi-Arabië en Iran zijn nu de grote tegengestelde polen in het Midden-Oosten. Die zijn nu met elkaar besprekingen aan het voeren om de zaken bij te leggen. Want Saoedi-Arabië wil ook bij de BRICS, hè, bij die landen waar Rusland, China en India al in zitten. Dus de oorlogen die beginnen weg te zakken. De tegenstellingen gaan wegzakken. En de kracht van dat alternatieve blok, dat zullen we in dit jaar enorm zien groeien. Dat betekent aan de andere kant zien we de EU enorm verzwakken. Economisch gezien stort dat ook helemaal in. Dus de enige die dan de boel overeind kunnen houden is de Verenigde Staten. Ik denk de Verenigde Staten vinden dat helemaal niet erg. Want ze weten dat ze uiteindelijk het niet redden dat er een multipolaire wereld komt. En dat moet dan niet zijn Amerika een pol, EU een pol, China Rusland, nee, dan schakel je in ieder geval de EU uit. Dat is al winst, want dat is al een concurrent minder. Dus dat die EU de nek omgedraaid wordt, past uitstekend in het Amerikaanse plaatje. Het is een wingewest en dat lijkt nu heel duidelijk de laatste tijd, maar dat wordt ook opgemerkt in Europa. Dat we te maken hebben met roofkapitalisme vanuit de Verenigde Staten. En dat Europa een wingewest is. Ik denk dat ook de houding van Europeanen in de richting van de Verenigde Staten verandert. Alleen niet in Nederland. Dat is heel merkwaardig iets, hoe Nederland hierin zit. En kijk, dat het in elkaar gaat storten en dat je dat aanziet komen. Dat je denkt, van waarom is dat nog steeds niet gebeurd? Maar daarvoor is onder andere die greep op die informatievoorziening zo belangrijk. Ja, natuurlijk. En zolang jij de burgers in de EU in de waan kan laten dat het nog steeds allemaal geweldig gaat. Ja. Dat we nog steeds met z'n allen
de kracht hebben en de macht hebben om de wereld te overheersen en die rule-based wereld af te dwingen. Zolang is er nog geen weerstand bij het publiek. En op het moment dat die weerstand er niet is, dan ga je nog door. En door, en door, en door, en door. Pas op het moment dat de grote klappen gaan vallen voor de EU, denk ik dat het tij gaat keren. En een van die momenten zou kunnen zijn dat wanneer de Polen de toestemming krijgen om in Oekraïne te gaan vechten, dat die worden verpletterd. Of dat Poetin voor die tijd Oekraïne al helemaal in bezit neemt. Dan heb je kans dat er een dusdanige bewustwording ontstaat dat men de andere kant op gaat. Je vestigt je hoop op Duitsland. Ja, als Duitsland zich tot Rusland keert, dan moet de rest van Europa mee. Natuurlijk. Dat weet je net zo goed als ik. Ja. Dan is het einde van het vazallen tijdperk van Amerika. Ja. Maar dan zullen we in eerste instantie vazallen zijn van het oostelijke blok. Oh, niet noodzakelijkerwijs. Met meer kans om die soevereiniteit te herwinnen. Ja, nee, maar die soevereiniteit, dat is het. Ik denk dat het een key is. En daarom heeft Poetin zoveel succes met zijn diplomatie. Hij maakt heel duidelijk, vooral die Afrikanen zijn er heel gevoelig voor, maar ik ken Oost-Azië vrij goed en ik weet dat het daar ook heel erg sterk speelt. En die soevereiniteit, die krijgen ze terug. Die was afgenomen door het IMF. Die landen staan in de schuld bij het IMF. En die moeten dus economische maatregelen treffen die slecht zijn voor de verdere ontwikkeling van hun eigen economieën. Daar zijn ze nu vanaf. Zolang ze afhankelijk zijn of waren van handel met Amerika, van de Amerikaanse economie, die de grootste en machtigste was 40 jaar geleden. Ja. De handel met Afrikaanse landen, 60% ja, van de handel liep met de Verenigde Staten. Dat was het aandeel van de Verenigde Staten. Dat is nu China. Ja. Dus je ziet, die afhankelijkheid, die is beëindigd. Ja. En dat betekent dat ze in wezen zich kunnen veroorloven te zeggen van, oké, wij gaan die schulden richting het IMF ook helemaal nooit meer terugbetalen. Nee, zoek het gewoon helemaal uit. De Chinezen hebben dat zelfs gezegd. Klaar mee. Als jullie aansluiten bij ons, en daar ben je al mee bezig, dan zijn je schulden weg. Je staat niet bij ons in de schuld. Klaar. Dus die hele geopolitieke machtsverhoudingen, die beginnen helemaal te kantelen. Het is echt het interessantste volledig wat we meemaken. Ja, het is. We maken de grootste misdaad in de geschiedenis van de mensheid mee. En we maken misschien ook de allergrootste omwenteling mee. En wie had het kunnen denken, jij en ik, toen wij nog jongens waren op de middelbare school en later. Dat zoiets zou gebeuren. Nee, dat hadden we niet kunnen bedenken. Maar toen hadden we ook niet het idee dat de US of A de bad guys zouden zijn. Nee, dat was pas eigenlijk. Weet je, het is heel interessant om dat te traceren. Want natuurlijk was het zo dat na de Tweede Wereldoorlog was het duidelijk dat de VS een dominante positie innam. En dat met het in de Koude Oorlogtijd met de NAVO, dat het ook zo was dat het een soort van primus inter pares was. Niet de baas, maar wel een soort de belangrijkste van de gelijken en zo. En het was pas veel later dat met het financiële gebeuren, wat in de Verenigde Staten een groot probleem werd, dat een hegemoniepositie moest worden vergoelijkt met het idee van hegemonisch stabiliteit. En dat was iets wat door Barry Eichengreen, er is heel veel literatuur over, dat werd geïntroduceerd in de Amerikaanse international relations theorie enzovoort. Mm-hmm. En het idee van hegemonic stability, dat zei, ja, er moet een hegemon zijn. Anders dan hebben we geen stabiliteit in de wereld. Met andere woorden, we hebben die hegemon nodig, de Verenigde Staten, want anders is er geen stabiliteit. Helemaal weg. Volkomen weg. Dat is niet langer
iets waar men in kan geloven. Dus dat hele, die hele notie van hegemonic stability is niet langer geloofwaardig. En dat gaat samen met zo verschrikkelijk veel andere dingen die plotseling niet geloofwaardig zijn. En ideeën zijn belangrijk. Ja, want ze hebben hun eigen graf gegraven. Ja, ze hebben het grootste... De stommiteit op basis van niet weten waar de wereld over gaat, niet weten wat er in de wereld aan de hand was, vanwege eigen propaganda. En een hautaine, weet je, ik heb lang genoeg ik heb de helft van mijn leven in Oost-Azië doorgebracht en ik herken dat, de manier waarop men neerkijkt op de rest van de wereld. Het hautaine, zonder dat ze het beseffen, het neerbuigende, je mag het best zeggen, de racistische benadering. En daar komt het allemaal op neer. Ja, en ze hebben zelf, en vanuit die benadering hebben zij zo vreselijk veel landen gebruikt. Lege molken. Voor de grondstoffen, de olie, allerlei andere ertsen die ze nodig hadden voor hun eigen industrie. Zo is de Verenigde Staten in eerste instantie verder gegaan. Tot ze vervolgens dachten van ja, nou, we kunnen eigenlijk nog een stap verder gaan. Waarom maken we het eigenlijk in ons eigen land? We laten dat allemaal lekker in China en dat soort landen maken. Ja. Weet je, dat is nog oneindig veel goedkoper en dan verdienen we nog meer geld. Dan ken je de Chinezen niet, dan ken je die Oosterse cultuur niet. Want die werken, die denken anders dan wij. Ja, maar op een essentieel punt denken ze anders. En een van die punten is bijvoorbeeld intellectueel eigendom. In het Westen kennen wij intellectuele eigendom. Ik vind wat uit, ik patenteer dat, dat is van mij. Ik maak daar producten van, ik maak daar winst mee. In China, en ik ben veel in China geweest, daar zeggen ze iets heel anders. Je hebt iets uitgevonden. Mm. Maar hoe heb je dat dan kunnen uitvinden? Mm. Dat heb je kunnen uitvinden door duizenden jaren, generaties voor jou, die jou hebben gebracht tot dit punt. Dus jij bent nu één stapje verder kunnen gaan, dankzij al die anderen. En dat betekent dat wat jij nu hebt bedacht, dat moet ten goede komen aan iedereen. Intellectueel eigendomsrecht, vergeet het. Dus de VS... die heeft ook ontzettend veel gestolen aan intellect. Ik denk niet dat dat iets is. Maar jij noemt het stelen. De Japanners zijn er berucht om geworden. Jij noemt het. Maar de Chinezen hebben het natuurlijk toegepast. Maar die volgden het Amerikaanse voorbeeld. Ja, maar is het stelen? Nee. Vanuit deze culturele benadering is het de maatschappij laten profiteren van kennis. Van kennis en van een nieuwe ontwikkeling. En iedereen maakt daar gebruik van. En daar mag jij, omdat je de eerste bent, natuurlijk aan verdienen. Maar anderen die mogen het ook toepassen, kunnen er ook aan verdienen. En de truc is dat jij vervolgens weer wat nieuws bedenkt. Zodat ze met z'n allen verder komen. Andere benadering. We kunnen daar heel... heel lang over praten. Maar wat betekent het? Ja. Dat door al die technologie en al die kennis naar China te brengen, men in China heeft gezegd, oké, dat gebruiken we gewoon. En dan gaan we mee verder, dan gaan we mee aan de slag. Wij groeien daarvan, we leren daarvan en we ontwikkelen dat verder. Dus men heeft zijn eigen concurrent geschapen vanuit de Verenigde Staten. Ja. Want de maakindustrie is daar natuurlijk ook, net als in West-Europa... Het gaat om maken. Ja. Volledig ingestort. Het gaat om maken. En je ziet met oorlog voeren dat een land wat geen maakindustrie meer heeft, komt in grote problemen. Maar laten we daar even... Waar wordt de Exocet-raket gemaakt? Precies. Noem eens wat. China. Precies. Ja. Waar we al over gehad hebben eerder. Dus de Verenigde Staten, die maakt de grootste fout die ze hadden kunnen maken. En nu is het zo dat ze tegelijkertijd verliezen ze op het oorlogsveld. Ze verliezen hun hegemonische positie die gesteund werd door de petrodollar. Tegelijkertijd. En het gaat veel vlugger dan iedereen dacht. En hun economische macht. Dus ze verliezen alle drie. Ze verliezen het. Wat rest nog? Kijk...
Ze kunnen natuurlijk opdracht geven aan alle, dat betekent de mensen die dus die begrip hebben over de media, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In de Verenigde Staten veel minder overigens hoor, veel minder en dat wordt steeds duidelijker, maar oké. En ze kunnen dus zeggen tegen de media, jongens, jullie moeten net doen alsof we toch wel winnen. Hè? Dus dat idee van verliezen moeten we nog eventjes een poosje niet doorgeven aan het publiek. Maar wat kunnen ze dan nog doen? Wat rest hen? Nou, je leest de laatste tijd vooral over de noodzaak om de Krim terug te brengen naar Oekraïne. Het zou een eventuele valse vlag kunnen zijn die daar neergezet wordt door de neocons. Wie weet, de neocons zijn volslagen, maar dan ook volkomen ontoerekeningsvatbaar. Ze zei, nee, het is werkelijk, ik heb de ontwikkeling van de neocons meegemaakt. Ik heb de zogenaamde aartsvaders, Poleretz en Crystal, persoonlijk gekend en meegepraat. En ik heb gezien hoe dat allemaal met Mitch Dekter en de hele mikmak daar, hoe dat ontwikkeld is. En de neocons van nu, de Kagans en de Victoria Nulands enzovoort, is een uitwas daarvan die eigenlijk niet te vergelijken is met de oorspronkelijke bunch. Dat is, het is wel, de kiemen die zaten er wel. Het zijn trotskisten, tenslotte. Maar het is een, oké, deze mensen die zijn volslagen georiënteerd op het in stukken delen van Rusland. Daar was de staatsgreep in 2014, toen deze oorlog begon. Daar is het begonnen. En Poetin heeft lang gedacht, we kunnen alsnog zaken doen met het Westen. Hij heeft wat dat betreft nog altijd de hoop gehad van het nu zegt Merkel en Macron, ja, het is waar. Of niet Macron, Hollande. Maar... die hebben gezegd, ja, die Minsk-akkoorden, die waren bedoeld niet om te doen wat gedaan moest worden met Minsk, om deze gebieden, de Russisch sprekende gebieden, autonomie terug te geven, gedeeltelijke autonomie terug te geven. Nee, het was bedoeld om een sterk Oekraïns leger te kweken. Dus nu heeft Poetin geen enkele reden meer om te zeggen van, om te vergoelijken waarom die Oekraïne is ingevallen. Nou is het zo dat de Verenigde Staten staat voor een moment dat een beslissing genomen moet worden. Waar die beslissing plaats zal vinden, of die afgedwongen zal worden door neocons die niet onder controle staan van het Pentagon. Maar het Pentagon, wat heel duidelijk heeft gemaakt de laatste tijd, dat zij geen kernoorlog willen. Wat kunnen ze doen? Kijk, iemand die heel goed in de gaten kreeg dat militaire macht en monetaire macht ook gesteund moet worden door economische macht, dat was Trump. Ja. President Trump. Die wilde die maakindustrie terug in de Verenigde Staten. Ja. En dat is op zich, als je dit totaalplaatje bekijkt, was dat een verstandige, zou dat een verstandige ontwikkeling zijn. Ja. Op een of andere manier zijn er toch een heleboel mensen die dusdanig arrogant zijn in de Verenigde Staten, dat ze denken, nou, dat wij kunnen ook die macht handhaven zonder die economische basis. Voorkomen onzin natuurlijk. Tenzij je de productiefactor arbeid ook onder die Amerikaanse macht kan houden. Mm-hmm. En dan heb ik het over de Chinese arbeid. Mm-hmm. Dus, en daar, dat is die Wolfowitz-doctrine. Dat is één hegemon en elk opkomende concurrent, die onthoof je. Ja. Die zaag je gewoon af, zodat het allemaal weer klein grut wordt. En dat is eigenlijk wat ik de Verenigde Staten zie proberen. Dat is Rusland afzagen, opdelen in stukken. Dan heb je een eventuele macht heb je natuurlijk volledig gebroken. En dat is natuurlijk ook waarom ze nu gezegd hebben, we gaan Taiwan steeds meer bewapenen. Zuid-Korea is al tot de tanden bewapend. Dat is die strijd om die Zuid-Chinese zee. Ik denk dat ze uiteindelijk ook
en dat hebben ze ook geïdentificeerd, China als belangrijke opkomende concurrent de nek om willen draaien. Dat is wat ze willen, wat de doelstellingen zijn. Maar wat er feitelijk gaat gebeuren, dat is in mijn beleving natuurlijk iets heel anders. Ja. He, dus wat, of dat, wat er nu gebeurt is iets heel anders, namelijk dat ze aan de verliezende hand zijn. Ja. En dan moeten ze wat. Ja. Dan heb je twee keuzes. Of je accepteert dat er een nieuwe wereldorde komt, waarin je niet die hegemon bent. Of je zegt zoals Billy Joel in zo'n bekend Vietnam-lied... We all go down together. We gaan met z'n allen naar beneden. In een ultieme poging om alsnog te winnen. Dus dat een kan. Kern. Dus dat bedoel je mee, een kernuitwisseling? Nou, wellicht inderdaad die provocatie. Misschien gaat het om de Krim. Hè? Ja, die provocatie wellicht in de Krim zou kunnen plaatsvinden. Of wat ik ook zie, is dat er heel veel Amerikaans materieel... die wordt nu gestald bij kernreactoren in de Oekraïne. Ja, 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 ja. Hè, dus er is dan gewoon een enorm wapenarsenaal. Ja, ja. Onder andere van die HIMARS-raketten. Ja. Echt is veel tegen de behuizing van die Oekraïnse kernreactoren aan. Op het moment dat er een luchtaanval plaatsvindt... en Oekraïne die heeft weer toevallig zo'n afzwaaier... van zijn luchtafweer. En dat komt toevallig terecht op dat arsenaal bij zo'n kerncentrale. Dan breekt de pleuris uit, om het maar eens onparlementair te zeggen. Ja. Want dan hebben we een casus belli. Dan krijgt Rusland de schuld, want die hebben die raketten afgeschoten. Ja. Dat die luchtverdediging faalt, dat is de schuld van de Russen. Ja. Want hadden ze niet geschoten... Had die luchtafweer ook niet in werking hoeven komen? Ja, 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 dan kan je natuurlijk in één keer helemaal losgaan. Ja. Als je dan zegt van ja, maar we hebben nog allemaal van die geheime wapens die zo geweldig zijn, dat wij gaan als Amerika toch winnen. Als je in die illusie leeft, ja, dan zou je dit scenario kunnen uitproberen. En is, dat is levensgevaarlijk. Het is Poetin opnieuw weer, die iets uit de hoed haalt. Je kan je nog herinneren... in maart van 2018, dat hij zei, we hebben een wapentuig ontwikkeld waar jullie versteld van zullen gaan staan. En aanvankelijk was er heel schamper over gedaan, alleen niet in het Pentagon. En sommige toen was het Pentagon, had het Pentagon nog mensen die zeer oplettend waren. En wat sindsdien is duidelijk geworden, om te beginnen... Gaat het om wapens die ook moeten werken? Rusland heeft niet een military-industrial complex zoals in de Verenigde Staten, waar het merendeel van het geld wat erin zit aan de strijkstok blijft hangen en verschillende zakken terechtkomt. En niet in goed functionerende wapens. Die zijn er natuurlijk nog wel, maar als je neemt de F-5, de Joint Strike Fighter, waar ook Nederland miljarden voor betaalt. Dus oké, het is een niet een bewonderenswaardig geheel in de VS en in Rusland wel. Want wat Poetin heeft ontwikkeld aan dwangmiddelen, daar heb je geen kernwapens meer bij nodig. Zoals je waarschijnlijk weet, die admiraal Gorshkov, dat is een fregat, het eerste van een aantal die gebouwd worden, of die al in klaar zijn. Het is net uitgevaard naar de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Bewapend met hypersonische raketten die onder de radar vliegen, niet tegen te houden zijn, manoeuvreerbaar zijn en met ongelooflijke precisie op 1000 kilometer afstand iets kunnen treffen. Dat kan heel Manhattan zonder voedsel laten zitten om een aantal bruggen die Manhattan verbindt met het vasteland. Een paar van die dingen op 2 bruggen en het is afgelopen met de voedselvoorziening van Manhattan. Nou, dan krijg je opstand. Het kan de Nederlandse haven in 1 klap onklaar maken met een paar goed gerichte raketten. Nogmaals, ze zijn niet te onderscheppen. Er is geen verweer tegen. Maar het belangrijkste,
denk ik, is dat het verandert Rusland. En ik ben nek uitgestoken in het laatste nummer van Gezond Verstand. Het verandert Rusland in iets wat het nooit eerder is geweest. Een zeemacht. En we hadden eerder de Arktische gebied waar, en Vladivostok, waar we natuurlijk een groot deel van het jaar alleen met ijsbrekers terecht konden. En het enige toegang tot het warme water was via de Zwarte Zee. En Sebastopol natuurlijk onder de Krim. En nu hebben ze dus een wapen. Of hebben ze zeebodems met wapens en duikboten die op 1000 kilometer afstand een Amerikaans vliegdekmoederschip kunnen verpulveren, uitschakelen. Dat betekent dat Amerika geen zeemacht meer is. Want de Amerikaanse dominantie van de Stille Oceaan was daarvan afhankelijk. De hele wereld is veranderd daardoor. Nou, nu, we hebben het nog niet gezien. Hè? Dus wat ik nu allemaal zit te vertellen, wie weet is dat overdreven. Het zou best kunnen. Maar zoals het consistent wordt doorgezet door die lieden die in Rusland daarmee bezig zijn, geef ik ze behoorlijk veel geloofwaardigheid. En wat betekent dat? Is dat Rusland wordt de belangrijkste macht in de Stille Oceaan. Dat betekent dat Japan zich gaat scharen bij diezelfde BRICS-groep waar China en India enzovoort ook in zitten. Niet meteen. Maar dit hele verdubbeling van de... Weet je, ik ken Japan goed genoeg. En ook de Japanse ambtenarij, de top daarvan. En de politici die niet kunnen leven, niet kunnen voortleven met het idee dat ze voor altijd een vazal voor de Verenigde Staten moeten blijven. Ik ken ze persoonlijk goed genoeg om dat te weten. Ze zijn er ingestonken, ook weer met die COVID-19 zijn ze er zwaar ingestonken. En ze stinken er nu misschien even in. Maar het gaat veranderen op een manier zoals we het niet hebben verwacht. Tenminste, oké, ik ga hier, want nu mag jij zeggen waarom ik het bij het verkeerde eind heb. Kijk, de vraag, voor mij is de vraag, voor welke partij werkt de tijd in het voordeel? En gevoelsmatig zeg ik, de tijd werkt in het voordeel van Rusland. Ja. Dat betekent dat dwingt de Verenigde Staten, als zij toch die hegemonie op een of andere manier willen blijven vasthouden, tot handelen. En als je dan praat over dit soort wapens, dan is het een van de meest logische doelen natuurlijk een Amerikaanse marinebasis. Ja. En zoals de Verenigde Staten al zo vaak eigen boten of eigen materieel heeft opgeblazen, daarbij de claim leggend dat de vijand dat deed, zouden ze dat ook kunnen doen. Kunnen ze zeggen van, nou weet je, we blazen zelf een marinebasis op en we zeggen gewoon Rusland heeft zo'n raket gestuurd en die heeft ons daarmee de oorlog verklaard, dus we gaan er vol in. Het voordeel daarvan is namelijk dat de publieke opinie in de Verenigde Staten dan volledig omslaat. Die komt dan volledig op hand van de Amerikaanse regering en dat maakt voor hun de handen vrij om vol de oorlog met Rusland in te gaan. Dat zou een scenario kunnen zijn, wat ik niet onwaarschijnlijk vind, omdat ze geen tijd hebben. En dan kunnen ze kijken, misschien hebben die Russen wel hele bijzondere wapens, maar ze hebben er nog niet veel van. Weet je, de productie moet nog worden opgestart. Het zijn prototypes, of God mag weten wat. Ze weten donders goed hoe die situatie in Rusland er dan voor staat. Dus we hebben geen tijd meer, dus we gaan er vol voor. Dat is een van de meest bedreigende scenario's voor mij op dit moment in deze situatie. Ja. Omdat wat je zei, er zitten daar mensen met de vingers aan de knoppen die volledig koekwous zijn. Absoluut. Als ik zie, weet je, dan praten we over de hele wereld van dat wokisme en noem het allemaal maar op. Er bestaan 80.000 verschillende soorten geslachten. Je raakt zo losgezongen van de werkelijkheid. Ja. En je gaat zo geloven in je eigen gesloten mindset.
Dat als jij denkt van ja, die Russen, dat is nog steeds dat achtergebleven volk die toen de muur viel, waren ze berooid. Mm. En het stelde geen ene donder meer voor. Mm-hmm. Meer voor. Dat was dan eind 80, of in die 80e jaren ging Rusland volledig onderuit. Dat Rusland van toen is niet het Rusland van nu. Nee, absoluut niet. En maar dat weten ze, dat weten de Amerikanen heel goed. Alleen bedriegen ze zichzelf door die krankzinnige propagandamachine die maar blijft draaien en die hetzelfde verhaal aflevert. En dat zal ook in hoge mate ook de militaire rangen bereiken, die informatie. En daar wordt dan een heel idee van hoe de wereld in elkaar zit op gebaseerd. Ja, dus welke risico's willen ze dan nemen? Ik zou zeggen, die risico's mag je gewoon niet nemen. Nee, maar een dwangmiddel. We hebben het over een dwangmiddel van Poetin. Niet een wapen wat hij gaat inzetten. Maar hij kan met één voorbeeld. Het allernieuwste wat gekomen is sinds het nieuws van die fregatten met die hypersonische dingen, is die onderzeeër die een merkwaardig wapen aan boord heeft, waarmee zo'n onderzeeër ook van een betrekkelijk kleine afstand, mm-hmm, een tsunami kan veroorzaken. En je moet zoiets maar even uitproberen in Canada in plaats van in... Kijk, Karel, je hebt gelijk als je redeneert nog op een logische wijze, met redelijkheid, met ratio, met contact houden met de realiteit. Voor mij is het grote gevaar dat de Amerikaanse mindset eigenlijk bepaald wordt door beelden als wat we ooit hele populaire films van Rambo. Ja, ja, sure. Ja, dus ja, de loner, ja, die tegen een absurde legermacht, ja, met zijn intelligentie, ja, en al zijn trucjes en foefjes, ja, uiteindelijk alsnog de Verenigde Staten de overwinning moet, ja, bezorgen. Maar als je met dat soort mindset zit, dan leef je natuurlijk al niet meer in de reële wereld. Nee. Want Rambo's of Navy SEALs of noem het allemaal maar op, hoe goed je ook bent, gespecialiseerde taken tegenover die Russische artillerie, weet je, je gaat allemaal die gehaktmolen in. Maar dat zie ik als een van de grootste bedreigingen, dat er een stel echte mensen zijn die contact met de werkelijkheid verloren zijn. Er is een nieuw congres en er komen presidentsverkiezingen. Er is een kentering gaande in de Verenigde Staten. Ik zie wat je zegt en ik zie ook de krankzinnigheid van die neocons. Daar hoef je mij niet van overtuigen. Dat wist ik. Nee. Ja. Maar nu stel je voor, laten we eventjes een stapje terug doen. Stel je voor dat de oorlog in Oekraïne loopt af. En het is duidelijk dat Rusland heeft gewonnen. En het is duidelijk dat de neocons niet in staat zijn geweest om nog verder rotzooi te scheppen. Dat zullen ze misschien blijven doen vanuit Polen. Dat zou kunnen, dat kan altijd natuurlijk nog. En van de Baltische staten, die zijn natuurlijk zwaar gebrainworst. Ja. Maar stel je voor dat het goed afloopt in dat opzicht. En stel je voor dat ook in Europa, dat de Europese Unie niet langer diezelfde greep heeft over de lidstaten. Stel je voor dat dat komt. Mm-hmm. Praat men over tribunalen voor al die mensen die die krankzinnig grote misdaad, die met geen pen te beschrijven is, zo groot, die misdadigers zal gaan berechten. Dat is iets wat heel erg veel mensen hopen. En heel veel mensen ook die reageren op wat ik zeg, wat ik schrijf in Gezond Verstand. Heel veel van de zogenaamde wakkeren gaan ervan uit zelfs dat... een van de Forum voor Democratieleden heeft het gehad over tribunalen. Ik denk dat ze er niet komen, dat ze niet kunnen komen. Ik denk dat deze misdaad op een andere manier zal moeten worden aangepakt. Omdat het niet mogelijk is om hier rechtspraak tegen te gaan invoeren. Mogelijk voor de pharma. Mogelijk voor die lieden die daar het hardste aan gewerkt hebben. Mogelijk. Er zijn mensen die hebben fantasieën natuurlijk van hoe verschrikkelijk. Maar
Het is mogelijk, voor, ja, dan is inmiddels de wereldbevolking gereduceerd, want dan heeft dat onderdeel, die eugenics onderdeel van die grote Rockefeller plannen, die zijn waarheid geworden. Maar de WHO met een nieuwste poging om ons te onderwerpen aan een regime waarin de grondwet van de deelnemende landen, dat zijn dus alle lidstaten van de Verenigde Naties, niet langer geldig zijn. Het zijn ze aan het proberen, maar het ziet er niet naar uit dat ze het voor elkaar krijgen. En ik hoop dat ik hier, dat dit niet de wens de vader van de gedachte is, maar dat het echt niet langer mogelijk is. En we hebben Bill Gates die ontzettend hard bezig is om een nieuwe pandemie te verzinnen. Okay? Dat blijft nog gaande en Europa is het meest kwetsbaar voor al dit soort dingen. Maar hoe zie jij het? En een andere vraag wat misschien toch ook meespeelt bij het antwoord is waarom Nederland? Waarom heeft Nederland die voortrekkersfunctie die door Schwab duidelijk heeft gekregen en die ook bij de Amerikanen in de smaak valt? Hoe komt dat? Dus misschien is er geen verband tussen, maar voor een of andere reden zie ik er wel een verband tussen. Kijk, ik heb ook niet op alle vragen antwoord. Maar als het gaat over zal gerechtigheid geschieden en zullen de schuldigen berecht worden, dan zegt de geschiedenis dat er altijd wel een zondebok gevonden wordt. Snap je? Tuurlijk, er gaat een zondebok, die gaat de schuld krijgen. En dat kan een boerla zijn, hè, de CEO, de baas van Pfizer. Dat kan een ander zijn, Ursula von der Leyen kan de schuld krijgen. Dat is een pion die makkelijk opgeofferd kan worden. Dat zijn de mensen, dat zijn de puppets, die gewoon netjes hebben gedaan wat hun gezegd werd. En die krijgen de schuld en die worden misschien veroordeeld. En that's it, dan gaat er zand over en dan moeten ze elkaar weer vergeten. Moeten weer vergeten en vergeven. Ik denk dat is wat er gaat gebeuren. Voor zover het in ieder geval al die vaccins en dat soort zaken betreft. Bill Gates blijft ondertussen doorgaan. Hij wil nu koeien genetisch manipuleren en andere dieren. Hij is met muggen bezig die vaccins kunnen overbrengen. Er is koeiengriep geconstateerd in Nederland. Ja. Dus die worden ook geënt, weet je. Dus je gaat dan ook via alle en zijn uitspraken, die van Gates zijn dan. Ja, zo neem je alle vaccinatieweerstand weg. Want als je door een mug wordt gestoken, ja. Of je eet toevallig van een koe waar dat vaccin al in zit, weet je, dan ben je ook gevaccineerd. Klaar is Kees. Dus dat is iemand, daar zitten echt zoveel steekjes inmiddels in die bovenkamer los. Hij is krankzinnig. Dat wil je niet weten. Ja. Maar kan die macht gebroken worden? Op het moment dat die multipolaire wereld gestalte krijgt, en die gaat gestalte krijgen, dan denk ik dat we een heel iets heel anders gaan zien in de Verenigde Staten. Wat de Verenigde Staten zo absoluut graag wil voor Rusland, zou wel eens heel goed in de Verenigde Staten kunnen gaan gebeuren. Namelijk dat uiteen gaat vallen in stukken. Ja, een burgeroorlog. Nou, niet eens burgeroorlog, gewoon staten die zich afscheiden. Ja, precies. Ja. Ze hoeven niet eens, oorlog te voeren, maar gewoon zeggen van wij trekken ons terug uit dat gemeenschappelijke verdrag. Ja. Wij trekken ons terug uit die vereniging van staten. Wij gaan voor onszelf. Ja. Daar is nu al sprake van. Ja. Wat de situatie overigens ook weer heel kritiek maakt. Ja, absoluut. Ja. Hè, want als centrale regering. Ja. Zou je alles op alles zetten om dat te voorkomen. En dan zoek je een gemeenschappelijke vijand. Biden would be een ideale zondebok. Ja, ook. Tuurlijk. En dan kan je zeggen van alles. Samen met zijn zoon? Ja. Ja, hij wordt nu al onder de bus gegooid natuurlijk. Hè? Die documenten die opeens opduiken. Ik denk, daarom zeg ik het ook. Ik zie in hem een zondebok in spe. Maar dat zou dan misschien een hoopvol teken zijn dat ze in ieder geval
stappen terug gaan nemen ten aanzien van die ambities van de wereldheerschappij willen hebben. Ja. Hoewel, kijk, de Verenigde Staten, er was altijd een tegenstelling. Er was altijd een merkwaardige tegenstelling. Natuurlijk vonden de BlackRock en die topfinanciële, Carney en noem maar op, die groep die er pas laat bij kwamen, hè, bij dat, misdaadsyndicaat. Toen de noodtoestand al bezig was zich te ontwikkelen, toen kwamen ze er pas bij. Maar het kan zijn dat zij dachten, oké, een wereldheerschappij is goed voor ons, want wij zijn daar dan de baas, de centrale banken van de wereld, en daar horen wij bij, dus ze zijn de baas. En BlackRock, die vond het allemaal fantastisch. En er is altijd toch een essentiële tegenstelling geweest. We hebben dus entiteiten zoals BlackRock, die natuurlijk gebaat was bij een wereldregering en vanuit een centraal iets, want zij zouden dan alles kunnen investeren. Zij hebben enorm veel macht. En we hebben een stelsel financiële opperheren met hun centrale banken, die natuurlijk ook dachten, hé, daar zijn we bij, ze zijn er later bijgekomen, maar wij hebben hier een enorme kans. Tegelijkertijd zijn er toch aardig wat Amerikanen in alle afdelingen van de Amerikaanse regering en van het Amerikaanse leven, die nooit bereid zouden zijn om soevereiniteit op te geven. En ze kunnen worden wijsgemaakt, hé, wij zijn gewoon dan de baas. Hè? Dan maken wij de regels zoals we nu al doen, proberen te doen voor iedereen, maar dan zijn we. Maar ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk dat dat toch voor heel erg veel. Kijk, het Amerikaanse volk wordt beoordeeld natuurlijk. Maar als je Amerika kent, ik heb er vaak doorheen gereden, heen en weer. En op en neer. Ik ben denk ik in alle staten van de Verenigde Staten geweest. En het zijn de aardigste, meest hulpvaardige, werkelijk goede mensen. Het zijn goede mensen. Voor welke partij dan ook. Het zijn hele goede mensen. En ze hebben een morele inslag die behoorlijk sterk is. Sterker dan je in de meeste landen van Europa aantreft. Iets wat ze in gemeen hebben met Russen. Dus ik denk dat was altijd een tegenstrijdigheid. Wat je zegt over een afscheiding. Ja, ik zie dat de mogelijkheid zeker goed zitten. Maar even terug naar Nederland. Want jij wilde meer zeggen over BlackRock, geloof ik. Dat zijn een aantal dingen. Eén, het zal voor de Amerikanen een enorme schok zijn om te constateren dat ze de bad guys zijn in de wereld. Ja. Want dat is wat er eigenlijk gebeurt. En dat komt omdat ook zij worden vreselijk voorgelogen. Ja. En ja. Juist. Ja, ja. Net als in de EU. Dus die desinformatiemachine, die draait op volle toeren. Ja. In de EU speelt Nederland daar een hele belangrijke rol in. Een voortrekkersrol in. Dat hebben we ook kunnen zien. De banden tussen de Nederlandse regering en bijvoorbeeld het World Economic Forum, die zijn gigantisch sterk. Een centraal coördinatiepunt is in Nederland gevestigd en wordt door de Nederlandse belastingbetaler betaald. En die rol die heeft Nederland al heel lang om te proberen West-Europa vanuit het perspectief van de Verenigde Staten makkelijk manageable te maken. Ja. Te zorgen dat we in die EU terecht zouden komen, waarbij door centrale richtlijnen uit te vaardigen, kan je natuurlijk die hele boel makkelijk besturen. En dat is wat we hebben gezien. Wat er dus overblijft van die wereld, van dat globalistische ideaal, is Verenigde Staten en EU-vazalstaten. Totdat het duidelijk is dat er voor de
EU een alternatief is, of voor de landen die nu deel uitmaken van de EU een alternatief is, zoals Duitsland. Want dat heb je in die multipolaire wereld. Ja. In die multipolaire wereld, dan kan je zeggen, nou, ik doe zaken met jou, maar ik doe ook zaken met jou, of met jou. En dan heb je die, dan is dat is bijna alle garantie voor soevereiniteit. Ja, ja. Ja, precies. Nou, ja, en dat is, je moet een heleboel instituties opnieuw leven. Je moet ze opnieuw, ze moeten weer begrijpen waar ze voor zijn, zoals de rechterlijke macht. De universiteiten zijn verloren, denk ik. Het hele onderwijsstelsel is ontzettend, ontzettend beschadigd. De medische, er is geen, de hele medische wereld in Nederland. Nou, wat, het is niet langer betrouwbaar. Nee, dat klopt. En dat komt omdat je had het over de moraal. Er is totaal geen moraal meer over. Of die wordt volledig kapot gemaakt in West-Europa. Het zijn mensen met een moreel besef in de Verenigde Staten. Christenen. Ja. Het zijn mensen met een moreel besef in Rusland. Christenen. Ja. Als ik hier kijk naar de rol van de christendemocratische partijen, dan kan ik maar, komt er maar één woord in me op en dat is walging. Ja. Echt walgelijk. Ja. Dat is volledig uitgehold door die globalistische ideeën, door wokisme, noem het allemaal maar op. Alles moet kunnen. Dat is dat, onder het mom van dat is christelijk. Nou, dat is helemaal niet christelijk. In het christendom heb je geboden. Ja. En die geboden zijn er om een maatschappij in stand te kunnen houden. Ja. Zo simpel is het. En als je daar niet aan houdt, dan val je uiteen. Ja. Als jij je niet houdt aan niet liegen. En gewoon geen meineed. Ja. En geen leugens. Ja. En geen, verzin het maar gewoon betrouwbaar zijn in wat je zegt. Ja. Niet stelen. Geen corruptie. Niet al die basisdingen waarop je een samenleving moet laten draaien. Want dat draait namelijk op vertrouwen. Ja. Precies. En als dat vertrouwen er niet is, dan is die samenleving stuk. Ja. En dat vertrouwen is geïnstitutionaliseerd. Ja. En die regels zijn geïnstitutionaliseerd in dat christendom. Ja. Dus wat we zien is, door die liberale ideologie, is het onderwijs verziekt, is de overheid verziekt, is de rechtspraak verziekt. Ja. Dus waar moet je naartoe terug? Naar waar de Russen naartoe teruggingen nadat zij uit die Sovjet-Unie kwamen. Ja. En waar gingen ze naartoe terug? Naar de basis van je bent een samenleving op basis van het christendom. Ja. De christelijke regels, naast de liefde aan de ene kant, maar ook gewoon een moraal aan de andere kant. Ja, die komt overeen, heel erg sterk overeen met Confucianisme. Dat hangt af van waar je het in werking ziet, boeddhisme. Het komt overeen eigenlijk met, ik denk, praktisch alle religies. Ja. Die eigenlijk veel meer in gemeen hebben dan men denkt. En dat die notie van een clash of civilizations, de notie van een botsing van beschavingen, is flauwekul. In roelering gebracht om juist allerlei dingen te kunnen doen die we besproken hebben. Van, ja, maar er is wel sprake van een clash of civilizations. In die zin dat er sprake is van de clash tussen de religieuze mens. En wat is dan typisch religieus? Dat hij niet zichzelf als een god beschouwt. Ja, 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 ja. Maar als een radertje in een groter geheel. Want dat zijn we uiteindelijk. Ja, ja. Versus moreel besef. Versus degene die denkt, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten, dus ik kan ook alles maken. Ja, ja, ik maak de regels. Ja. En die clash die zien we wel degelijk. En daarom is het in Rusland ook een heel andere strijd dan hier. Ja. Want in Rusland wordt gezegd, dit is een strijd tussen goed en kwaad. Ja, dit is niet alleen maar een strijd om grondgebied in Oekraïne. Ja. Dit is een strijd tussen goed en kwaad, tussen de machten van het goede en de machten van het kwade. Ja. En ik denk dat ze eigenlijk gelijk hebben als ik zie de echt, ik noem het ook ontaardheid van die westerse regeringen. Absoluut. Die zijn echt ontaard als je ziet wat ze hun eigen volk aandoen. Ja. Ja. Nee, we zijn het met elkaar eens. En we zouden dit gesprek een keer moeten voortzetten om te zien hoe het allemaal afloopt. Ja. En dat is heel interessant. Ik ben erg blij je
te hebben leren kennen. Als het dat goed Nederlands is, ja, enzovoort. En ik hoop dat we hierop door kunnen gaan. Dat hoop ik ook. Er komt vast een mooi moment in de toekomst. En veel succes in het Europees Parlement. Ja, misschien kan je nog meer van je, je mede de lieden die daar zitten overtuigen van wat je er net allemaal hebt gezegd. Dus dat nog wel een ik doe mijn best. Ja, ik doe mijn best. Nogmaals, goede reis terug naar Brussel. Ja, dankjewel. Ik dank u voor uw aandacht.